Hey, goedemorgen. Ik ben Teske en normaal kan je mij ook volgen op YouTube, maar vandaag ga ik vloggen voor Glamour. En ik ben net wakker, zoals je kan zien aan mijn hoofd. Ik heb wel al eventjes gegamed. Ik heb Animal Crossing gespeeld. Daar ben ik echt super, super verslaafd aan. Het is een zondag, het is Pasen, maar vanwege corona gaan we niet naar familie of iets in die richting. Dus we gaan er gewoon hier thuis een lekker dagje van maken. En ja, laten we beginnen. Als ik opsta, is dit mijn uitzicht. Daar ben ik echt mega gelukkig mee. We zijn een tijdje terug verhuisd van de stad van Amsterdam naar dit dorp. En ik ben elke keer zo blij als ik wakker word. En het is ook nog eens een hele mooie dag vandaag. Ik ga zo even een douche nemen, maar ik wilde jullie eerst even voorstellen aan een zeer belangrijk lid van dit huishouden. Ik woon samen met mijn vriend en die zullen jullie straks ook nog wel zien. Maar ik woon met nog iemand samen. Daar is die. Dit is mijn kat Ramsey. Hey. Echt een mega schatje. Welkom in mijn beautyhoek. Het is een zondag, dus ik ga niet zo super veel aan mezelf doen. Ik ga wel even crème opdoen en daarvoor gebruik ik deze van Dr. Organic, de Cocoa Butter. Die smeer ik op en ik doe op het moment even geen, niet zoveel huidmake-up, want ik heb echt super, ik weet niet of je het ziet op de camera, maar voor mijn doen heb ik best wel veel puistjes. Dus ik dacht, weet je wat, ik laat mijn huid lekker even rusten. Dus ik doe alleen heel veel, tenminste niet heel veel, maar ik doe gewoon een lekker laagje crème op. En dan ga ik mijn wenkbrauwen ietsje donkerder maken. En dat doe ik met deze van Catrice, de Brow Colorist. Semi-permanente brow mascara. En dat doe ik gewoon zo een beetje door mijn wenkbrauwen. Zodat ze net wat donkerder zijn. Ik vind dat wel mooi. Dat ze gewoon net iets meer uitkomen. En aan die kant. En dan ligt het eraan of ik er zin in heb. Maar eigenlijk nu, zo in de quarantaine, draag ik ook niet echt oogmake-up. Ik denk dat ik voor vandaag wel even mascara op ga doen. Ik heb er wel zin in vandaag. Dus dan gebruik ik deze. Dit is de I Love Extreme van Essence. Maar heel eerlijk gezegd, ik ben er niet zo heel blij mee. Dus ik zou hem niet kopen als ik jou was. Het is een beetje, hij is een beetje te heftig voor mij. Ik krijg een beetje van die spinnenpoten ervan. Maar die knal ik op mijn wimpers. Ik dacht eraan om een feestontbijt te maken, want het is niet voor niets Pasen. Dus ik ga pannenkoeken maken. En dan niet van die Hollandse pannenkoeken, maar ik ga proberen om van die American dikke pancakes te maken. Dus als dat goed lukt, ik denk het wel, want ik heb het de vorige keer ook gemaakt, zal ik ook wel eventjes het receptje met jullie delen. Want dan kunnen jullie ze thuis ook maken. Ik ben klaar voor vandaag. Nice! Alright, de pannenkoeken. We gaan pannenkoeken maken, American pancakes. En ik ga jullie vertellen wat je nodig hebt. Je hebt namelijk nodig, waar beginnen we mee? 300 gram bloem. Dit is zelfrijzend bakmeel. Eerlijk gezegd had het ook gewoon bloem kunnen zijn, maar ik heb dit in huis. Dus dat is waar we het mee doen. We hebben nodig 50 gram suiker. Suiker. Kan ook meer, kan minder. Ligt er maar net aan ook wat je op je pannenkoeken wil eten. Dan hebben we nodig 2 eetlepels bakpoeder. We hebben nodig 2 eetlepels maïzena. En 400 milliliter kokosmelk. Snufje zout, altijd goed om erbij te doen. En dat is het. Nee, dat is het niet. 3 eetlepels olie. Kan elke soort olie zijn, kan ook elke soort melk zijn. Ik maak deze pannenkoeken veganistisch. Vandaar de kokosmelk en geen eitjes of zo. Wat ook nog heel lekker is, is een beetje vanille-extract erin doen. Dat doe ik vandaag niet, maar is wel een tip. Als je daarvan houdt, super lekker om er doorheen te doen. Daar gaat het beslag. De pannenkoeken zijn klaar. Ik heb zoveel honger. We hebben de tafel gedekt, we zijn buiten gaan eten. Hier is mijn vriend Mert. Hallo. Hallo. En we gaan nu ontbijten. Wij hebben in de tuin een trampoline. En dat is een hele goede activiteit. En ik heb ook al 2 weken niet gesport. Dus we gaan springen. Ik moet dus zeggen dat er sinds de corona
crisis niet zo heel erg veel voor mij veranderd is op werkgebied. Omdat ik toch al voornamelijk thuis werk. Er zijn wel natuurlijk best wel wat dingen afgezegd. Ik had bijvoorbeeld allemaal signeersessies staan voor mijn boek dat ik begin dit jaar heb uitgebracht. En die konden allemaal niet doorgaan. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar ik ben daarom, omdat ik zoveel thuis ben, even maar extra gaan uploaden op YouTube. Op mijn twee kanalen. En ik ben bezig dus met mijn droomkantoor. Ik neem jullie wel even mee daar naartoe. Het is zeker nog niet af. Ik moet nog een heleboel doen. Maar ik ben... Het begint te komen. Ik ben wel met wat dingen bezig geweest. Ik heb sowieso gele muren. Want daar word ik heel erg vrolijk van. En ik ben nu bezig met dit hoekje. Dit is dan waar ik werk. Mijn bureau is een beetje rommelig. Ik heb al deze wandplanten opgehangen en plantjes en toffe prints op de achtergrond. Dit wordt nog veel meer. Ik wil eigenlijk mijn hele muur vol. En ik heb hier nog allemaal planten. Ik ben een hele grote plantenliefhebber, zoals je kan zien. En hier nog meer. Ik heb hier nog zo'n plantenbakje waar ik nog meer planten wil ophangen. En dit is mijn opneem-setup hier zo. Dus dan zit ik zo achter mijn bureau. En ja, dat is een beetje een kleine kantoortour. Mert en ik gaan nu even een stukje rijden. Niet naar een plek natuurlijk waar veel mensen zijn, maar gewoon even een rondje rijden om er even uit te zijn. Wij wonen hier, op zich wonen we hier al best wel een tijdje, al een jaar. Maar er is nog best wel veel te verkennen hier in de buurt. Dus misschien komen we wel iets moois tegen en anders zijn we gewoon eventjes het huis uit geweest. Ik heb mijn hartjes zonnebril op en een ander shirt, want ik had hem helemaal vies gemaakt tijdens het pannenkoekenbakken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar alleen al rondrijden in een mooie wijk waar zo heel veel hele mooie huizen staan. Dat is best wel een hobby van ons eigenlijk. Gewoon naar mooie huizen kijken. Gewoon rondkijken. Kijken wat voor huis we misschien ooit later op een dag wellicht zullen hebben. Oh, dat is zo mooi ook allemaal. Nou, wij zitten nu echt in zo'n boerderijengedeelte, dus zijn hele mooie grote vrijstaande huizen. We zijn ergens ingereden, maar dit is helemaal geen weg. Het houdt daar op, het wordt daar gewoon land. Oh, we zijn iemands terrein opgereden. Oh nee, oh shit, oké. Even kijken of we kunnen keren. Het is inmiddels flink aan het regenen, maar dat houdt ons niet tegen om in de tuin te gaan zitten eten. We gaan lekker frietjes eten. De zon is weg, maar dat weigeren wij te geloven. We gaan lekker eten. We got some French fries. Oh, zo lekker. Wij gaan de rest van de avond lekker chillen. En dit is de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat ik zoal doe in quarantaine. Dit was natuurlijk geen werkdag, maar een chilldag. Als ik zou werken, zou het minder interessant zijn om te vloggen. Want dan zit ik eigenlijk gewoon de hele dag achter mijn laptop of ben ik aan het filmen. Maar dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben op het Glamour kanaal. En mocht je het leuk vinden om mij te volgen, dan kan dat ook op YouTube. Als je gewoon zoekt naar Teske, dan vind je mij. Dankjewel. Doei doei.